De Paashaas bezoekt Levensvreugde in Aalst samen met enkele leerlingen van het Centrum voor Deeltijds Onderwijs Trefpunt in Dendermonde. Die brengen paasvreugde in verschillende ziekenhuizen en instellingen voor personen met een handicap. Voor onze leerlingen is het een manier om eerst en vooral trots te zijn. Ook leren omgaan met kinderen die anders zijn dan hen, dat is toch wel belangrijk. De houten paashaas is een kunstwerk gemaakt door leraar Nicolaas Eekhout. De haas moet de werking van Trefpunt symboliseren, waar elke leerling op zijn eigen tempo mag werken. Het is zo dat we over twee jaar geleden begonnen zijn aan een eerste kunstwerk, de schildpad. En eigenlijk was het beeld vooral de metafoor van de schildpad en de haas. Dus nu is eigenlijk de tweede sculptuur gerealiseerd en deze zomer gaan we ze beide kunnen exposeren. Maar omwille van het feit dat bijna Pasen is, wilden we een goede doelactie organiseren. Daarmee hebben we besloten om met de haas op stap te gaan. De kinderen van Levensvreugde zijn opgetogen met het bezoek van de paashaas. Ze worden getrakteerd op paaseieren en op een muzikaal optreden. Dat wordt in goede banen geleid door André dos Santos Valentin, een leerling van Trefpunt. En André geniet volop mee van het enthousiasme van de kinderen. Ja, en op dit moment wel, ja, omdat ik zie dat de kinderen ook leuk vinden. Is voor mij ook leuk en voor ons allemaal ook, dus ben ik zeker een fan van, ja. En dank u voor te komen. Ja, heel leuk. Ja, vond je het ook heel leuk? Ja, super.